Nou, we gaan ze niet tussen beiden laten praten, want dan heb ik geen rol meer, Erik. Vanuit het business home van de voetbalvereniging Nunspeet, welkom hier na praten over de wedstrijd van vanmiddag Nunspeet HSV. 4-2-2 eindigde de wedstrijd uiteindelijk. Rechts van mij is het Raymond Schuurman, trainer van HSV Dronten, en natuurlijk Freddy Smit aan de andere kant. Die heeft nog wel wat uit te leggen, want gisteravond zou hij ons het plan van aanpak vertellen. En dat is hem eventjes ontgaan, dus dat horen we dadelijk nog heel graag. Eerst nog eventjes met Raymond praten. Ja, de wedstrijd van vanmiddag, een heel gekke start. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, ik vind dat we dat gewoon praktisch slecht doen, hoe de jongens dat oplossen. We hebben ze ervoor voorbereid, zeg maar. Van ja, hoe zal nu gaan spelen? Ja, dat was toch bekend. Van, nou, als de kans zich voordoet om die bal er dan gelijk achter te leggen, ja, dan moet je iets verder achteruit gaan staan. Maar wij spelen gewoon vol druk naar voren. Ja, dan komt die bal en dan sta je meteen achter. Maar 2 minuten later is de stand alweer recht getrokken. Ja, hadden we ook verteld dat dat was weer tactisch sterk. Nee, dat is onzin. Dus waren we gewoon, goed weer in de wedstrijd, zoals we eigenlijk kunnen voetballen. Toch wel soepel combineren en dan maak je gewoon een mooie goal. Ja, en dan op slag van rust toch nog een keer een tegentreffer. Ja, eigenlijk identiek. En eigenlijk aan die eerste die dan erachter valt vanuit de vrije trap. En de tweede is weer weglopen bij je tegenstander. In dit geval onze centrale duo. Ja, en dan wordt je weggelopen en dan schiet hij goed binnen. Freddy, in tegenstelling tot de vorige wedstrijd tegen Go Ahead Kampen, nu wel een hele snelle treffer, hè, binnen 2 minuten. Maar ja, ook na 2 minuten later, telkens weer die 2 minuten. Wat is het toch met die 2 minuten? Ja, over naar tactisch niet sterk, ja, dat is dan in dit geval. We hebben het heel vaak erover, en dan moet ik me van de jongens vragen, hoe vaak belangrijk de eerste minuten na een goal zijn, of na een helftje staat, of na een rode kaart, of iets bijzonders. En volgens mij heb ik laatst, nou, misschien een paar maanden geleden, een stukje van Raymond gelezen, die ook zei hoe belangrijk de eerste 5 minuten zijn na zoiets. Nou ja, goed, dat blijkt nu maar weer, want Dronten maakt er ook direct prompt gebruik van. En dat is ons al te vaak overkomen. Nou ja, goed, eerste goal is mooi, en je staat goed aan de wedstrijd, nou ja, dan is dat een echte domper. Dan zie je ook wel dat we daar weer wat onzeker van worden. Dan komt de onrust. Nou, na de rust, voor de rust, dan maken we die 2-1. Nou, en ik vond dat. Waarin ons dan blijkbaar voor gewaarschuwd heeft, hebben wij ook geprobeerd te trainen en dat we daar de ruimte kunnen vinden. En dat was ook echt wel de reden waarom bijvoorbeeld Emil in de spits staat. Nou, die maakte dan inderdaad heel rustig en heel mooi af. Dus mooi om met een voorsprong rust in. Ik heb vooraf gezegd, en gisteravond ook al in de voorbeschouwing in het programma Sport van Morgen, eigenlijk geldt er maar één ding, dus Nunspeet zal deze wedstrijd moeten winnen om in ieder geval nog kans te maken voor behoud in deze eerste klasse en niet in de na-competitie terecht te komen. Wat was je plan van aanpak? Nou ja, dat plan van aanpak is eigenlijk wat ik net ook wel een beetje zeg. Maar we waren niet van plan om, zoals in een andere wedstrijd, wel veel verder naar voren te spelen. Want ik vind dat Dronten heel goede spelers heeft die zich heel goed onder druk uit kunnen voetballen. Dat hebben we in één wedstrijd ook gezien. En daar wilden we liever niet in stappen. Nou, dat deden we een aantal momenten echt niet goed. En dan zie je ook direct dat Dronten heel gevaarlijk is. Maar goed, het was al vanaf kopcirkel opvang in ieder geval, dat was vandaag het plan. Dat lukte niet altijd goed. Maar als het dan wel lukte, dan konden we voorover. En dan weet je bij Dronten, dan ligt er ook ruimte in de rug van de centrale duo. En ja, dat is op startsnelheid niet de snelste. En dan is een Emil, als hij op tijd weet te vertrekken, en als wij Emil niet te vroeg. Dat daar heel veel ruimte ligt. Nou, en dan, voor ons heeft het zich uitbetaald dat we dan met donderdag een extra training, niet een extra training hebben gedaan, maar een training. Op een ochtend, wat normaal een vrije dag zal zijn. Nou, ik vind het hele groep was er. Nou, ik vind complimenten waard en heel blij voor de jongens dat het zich uitbetaald heeft. Ja, toch gaat in de passing wel heel veel fout doen. Ja, zeker. Op het moment dat je de rust hebt en de bal hebt. En dan kan profiteren, want ik denk dat we nog wel 3-4 keer een man hadden weg kunnen zetten met een balletje net of iets hoger of wat nauwkeuriger of sneller met name, denk ik. Dat zijn momenten voor ons. Eerlijkheid gebied te zeggen dat we ook wel een aantal momenten goed wegkwamen en daar wat op kunnen leren. Ja, want het wordt vroeg in de tweede helft, Raymond, wordt het 3-1. Dan nemen jullie het initiatief over. Hè? Jullie gaan druk zetten, het wordt heel snel 3-2. Maar dan? Ja, kijk zo'n wedstrijd ook, wij kunnen wel harder voetballen hoor. Maar dat is 80%. En die laatste 20% is gewoon de wil om te winnen. Hoe krijg je die laatste 20% erin? Ja, wij hebben niet zoveel meer om te spelen. En dat ontbreekt ons nu. Ja, dan zie je toch een beetje gelatenheid in de groep van oké, jammer. En dat missen we op dit moment.
En als we dat wel hebben, en dat hebben we heel vaak wel gehad dit seizoen, ja, dan winnen we gewoon wedstrijden. En dan kunnen we dat combineren met gewoon voetbal. Ja, we hadden Nunspeet bijna op de knieën. De wedstrijd duurde helaas 90 minuten, maar volgens mij waren er meerdere met kramp. Ja, dat hebben we dan toch voor elkaar gekregen. Maar dan moet je wel doelpunten maken. Ja, want je kiest er op een gegeven moment voor om een verdediger eraf te halen. Je gaat nog meer op de aanval spelen, hè? Want je voelde dat er iets meer mogelijk nog was. Nou, de verdediger eraf was verdedigd voor een verdediger. Alleen de laatste, was dat denk ik, vijf minuten ging Rick Brema naar voren. Gewoon om nog wat te forceren. Ja. Freddy, kijkend naar de andere uitslagen, blijft het spannend onderin? Ja. Heel spannend. Natuurlijk hoop je op het feit dat je vandaag veilig bent dat DCC voor ons op moet laten. Nou, dat is dan niet gelukt. En ik had ook een beetje de hoop gehad dat hier met de nederlaag zou, want dat is sowieso het doel gemiddelde voor ons beter. Maar goed, ik ben ook heel blij dat we gelijk zijn getrokken met KSC door het kampen. En dat betekent dat die mensen ook, die hebben ook een slaapprogramma en die zullen ook heel erg op hun tellen moeten passen. En dat kan soms één puntje ook genoeg zijn. Goed, en DCC moet eerst de laatste maar eens winnen, want die krijgen een hele gevaarlijke tegenstander. Oh ja, Dronten. Ja. Nou, die jongens hebben gewoon heel goed spelen, dat hebben ze vandaag wel eens. En als die jongens het lukt, dan denk ik dat Dronten gewoon echt een hele goede ploeg is. Nou, laten we hopen dat ze voor ons een hele belangrijke rol kunnen spelen. Ja, vijf ploegen die eigenlijk nog strijden om weg te blijven bij die 12e plek. Zutphen is vandaag in ieder geval de klos. Vrooms ook weet dat het 13e gaat worden. Dus ja, het is alle hens aan dek, hè? Nou ja, het is al ergens aan het denken. De jongens zeiden het vorige week al, het is het mooiste om het al een beetje te doen bij deze bewijs spreken in een derby. Mij maakt het niet uit waar het gebeurt, als het maar gebeurt. En eigenlijk, ik zei net dat Dronten een belangrijke rol kan spelen. Eigenlijk zeg ik dat verkeerd, want eigenlijk hoop ik dat Dronten voor ons helemaal geen rol moet spelen, want dat we dan voor de tijd beslist hebben. Dat zou ik liever hebben. Ja, maar jullie gaan er nog een keertje vol voor. Wat denk je dat ik zeg? Ja. Ik vraag het aan jou. Ja, natuurlijk. Je bent een sportman, je bent niet verliezen. Maar goed, wij gaan de reis naar Utrecht maken en we gaan naar de wedstrijd spelen. Maar eerst volgende week voor ons. Maar 31 punten, dan ben je toch redelijk safe. Ja, wij zijn al safe. Maar wij hebben tot nu toe de hoogste klassering in eerste klasse Oost. Voor ons is dit prima. Dus als wij op de zesde plek blijven, doen wij het heel goed. En dat moet de eer voor ons zijn. Dus dat kan zeggen, nou, wij hebben toch in dat elftal gespeeld, hoogste geëindigd in de eerste klas. Oké, succes verder. Freddy, toch nog even vooruitkijken naar die wedstrijd tegen WRC. We weten altijd dat het toch een wat beladen duel is tussen Nunspeet en WRC. Maar voor WRC staat er in deze competitie eigenlijk anders dan de na-competitie. Dan komt niets meer op het spel. Hoe denk jij dat zij zullen insteken? Nou, als ze bij Wezen verstandig zijn, zullen ze dat op punten halen. Dan hebben ze het goed voor de kast al, ja. Maar ik denk Wezen verstandig, net als wat Raymond zegt, die zullen willen spelen voor de punten. En ik vind ook dat een ploeg dat gewoon moet doen, want dat zal ik ook van mijn ploeg eisen. En Wezen zal er alles aan doen om een ritme te pakken richting na-competitie, neem ik aan. Maar ook Wezen zal zijn belangrijke spelers, zullen ze niet risico meenemen als ze denken dat het een risico oplevert. Dus hoe dan ook. Volgende week zullen we er meer dan 100% weer moeten staan. En dan zijn alle resultaten van mogelijk. Zo simpel is het. Oké, dankjewel. Veel succes, heren, volgende week. En de week daarna uiteraard nog op naar het einde van deze competitie. Dank voor dit gesprek. En dit was het vanuit het Business Zone van de voetbalvereniging Nunspeet. Napraten over de wedstrijd Nunspeet-Aanspeet-Dronten. Die vandaag eindigt in 4-2 overwinning voor Nunspeet.